Het is vandaag 12 september, de dag van de opening van de special rooms. 9 kamers ontworpen door allemaal creatieve mensen. Na een half jaar tijd is het eindelijk zover. Het laatste staartje van de verbouwing van het Volkshotel zit erop. Dus we gaan eventjes kijken wat ervan is geworden. Dit is de Cinema Boudoir van Maya Markovic. Even kijken, 305. Welkom in Sir Edmund. Dit is ontworpen door Jasper Estas, een architect. Niet te verlegen. Niet te verlegen. Een doosje met paneelsalade. Ons oude kantoor. Danny's room. Onze hert, Danny de Dier. Hier heb ik hoogzwanger nog opgezeten. In volle glorie. In Amsterdam heb ik mijn hart verloren. Als oude toffe jongen, zo recht het de Jordaan. Daar ben ik in een keldertje geboren. Ik ga er helemaal even, beslist niet meer vandaan. Bij ons in de Jordaan. Zing je van hola, 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 die eet. Ik zie een blauw kaffee. En ik zie je daar mensen om aan de handen. Dit is ook een hele mooie, de white bike. Van die fietslampjes die allemaal aangaan. Tot de kettingen hier waar het opvangsysteem van is gemaakt. En de fietstassen als soort van kast. En dit is ook wel heel geestig. Een soort van home trainer tegelijkertijd. Hele lichte versnelling. Maar het is natuurlijk wel echt Nederlands. Ja, een fiets. In de rest van de wereld doen ze het eigenlijk helemaal niet zo heel veel, dat fietsen. Ja, dit lijkt zo op het eerste gezicht een hele kale kamer, maar het is een heel tof concept. Het idee is, er zitten overal beamers in, dat je dus je eigen setting kan uitkiezen. Dus als je zoiets hebt van, nou, ik wil nu het gevoel hebben dat ik in een oud Amsterdams bruin café zit, dan kan je dat kiezen en dan projecteert die je omgeving. Dus daarom is hij helemaal wit. Dit is Le 69. Deze is heel bijzonder. Deze is van Hanna. Hey, en Hanna is er nog. Yes. How are you? What is the name of the room exactly? Bathing Biku. Bathing Biku. The idea that to use this Japanese bathtub actually came only after I decided to create this open bathroom. Yeah. I find it really nice. It becomes a bit like a piece of furniture in this bed. It's a family bath. Dit is een cabin in the woods. Ja, geïnspireerd op een boomhut en natuur. Dat is het oorspronkelijke thema. En dat is uitgewerkt tot dit. Ja, het is boomschors. Thank you.
605, hè? Ja. Dit is Johnny de Jukebox en dit is een beetje de muzikantenkamer. Waar je dus ook je eigen draaitafel hebt. Speakers zo achter je bed. Zit dus volgens mij het Valhalla voor de internationale DJ's, deze kamer.